Er zijn geen coronamaatregelen meer van kracht. Maar toch was er vandaag in Nijmegen een drukbezochte demonstratie zonder hoofdgast Willem Engel. Hij heeft niemand aangevallen, hij heeft niemand neergeschoten, hij heeft niks gedaan. De fruitbomen staan al in bloesem, maar in Winterswijk stonden de liefhebbers vanmorgen gewoon op de schaatsen, op natuurijs. Echt die afkwaliteit. Misschien zelfs beter. En al 3 jaar is er geen fruitcorso in Tiel. Maar dit jaar willen alle corso-clubs het parcours weer op met hun praalwagens. Het was nog even dat ik dacht, van, nou, hè, gaat het er ooit komen? Maar hij gaat er nu toch echt in september komen. Goedenavond. In Nijmegen is vandaag geprotesteerd tegen het coronabeleid. Viruswaarheidvoorman Willem Engel zou komen spreken, maar hij werd onderweg naar Nijmegen opgepakt. Hij heeft zich volgens het OM niet aan eerder opgelegde schorsingsvoorwaarden gehouden. De demonstranten in Nijmegen reageerden vol onbegrip. Ik sla gewoon een beetje dicht, omdat ik net heb gehoord dat Willem is opgepakt. En dat is gewoon iets, ja, ik vind het onvoorstelbaar. En daarom sta ik hier en blijf komen, iedere keer weer. Hij heeft nooit iets gedaan. Hij heeft niemand aangevallen, hij heeft niemand neergeschoten, hij heeft niks gedaan. Tegenwoordig word je al opgepakt als je iets zegt en dat kan gewoon echt niet. Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat je niet mag zeggen wat je vindt. En de onderbuikgevoelens zeggen van dat het allemaal niet klopt. Dus. En het feit dat hij weer is opgepakt, ja, dat zegt al genoeg voor mij over de stand van de democratie hier in Nederland. Ondanks de teleurstelling over de afwezigheid van Willem Engel werd er door zo'n 2000 demonstranten vol overgave geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Alle regels zijn afgeschaft, denkt Nederland. Maar in feite zit alles in de wachtkamer, zit alles in de ijskast. En zodra er weer een virusje komt, wordt alles weer eruit gehaald. We komen weer in een lockdown terecht. En wij willen gewoon dat het ophoudt. Al die regels moeten van tafel. Het was tot nu toe nog nooit gelukt. Maar in Winterswijk kregen ze het vanochtend voor elkaar. Voor het eerst konden geschaatst worden op natuurijs in april. En daarmee gaat de ambitieuze schaatsclub de recordboeken in. De ijsmeester van de Winterswijkse ijsvereniging bindt de ijzers onder. Het was een spannende nacht en dit wordt de ultieme test. En na een rondje schaatsen is dit zijn conclusie. Er ligt een mooi vloertje. Een dun vloertje, maar prima kwaliteit. Gisteravond om 12:30 qua frame begonnen. Met een half graadje vorst. En dan is het maar afwachten wat de natuur mee wil spelen. Tot 3 uur was het bijna kansloos om een ijsvloer te maken. En daarna ging de temperatuur snel naar beneden. En met een goede hoeveelheid water hebben we toch 3 tot 4 mm ijs opgelegd. Het is om 7:30 al meteen druk op de ijsbaan. Want schaatsen in april, wie wil dat nou niet? Het rijdt heerlijk. Maar je ziet het wat een enthousiasme. We zijn dik tevreden met die paar millimeter. De mensen genieten nu, dus ja, we willen er nog meer. En de kwaliteit van de dunne ijsvloer is ook heel behoorlijk. Echt die afkwaliteit. Misschien zelfs beter. Ja, het is een redelijk absurd gevoel natuurlijk om terwijl de een thuis zit te broeden en de magnolia aardig in zijn bloei staat, om dan op natuurijs te schaatsen. Maar goed, de natuur heeft beslist dat de vorst komt, dus wij hebben er gebruik van gemaakt. En de boomgaarden in het Rivierenland zijn vannacht ook veranderd in een ijslandschap. Fruittelers moesten beregenen om de bloesem, die de afgelopen warme periode snel op gang is gekomen, te beschermen tegen de vorst. En dit zorgt voor een beschermend ijslaagje op de bloemen. Maar aan dat beregenen van percelen zit een grens, waarschuwt het waterschap. Het levert mooie plaatjes op, maar voor fruitteler Erik van Haarlem brengt de vorst heel wat kopzorgen. Gelukkig is het allemaal goed verlopen. We zijn op tijd begonnen. We hebben geen calamiteiten gehad van dat er een pomp uitvalt of wat dan ook. Ja, dan ga ik er naar mijn ervaring vanuit dat we de boel wel gered hebben hiermee. Het beregenen kost veel water en het waterschap waarschuwt om spaarzaam te zijn. Het systeem is beperkt en er komt bij eigenlijk dat we op dit moment een lagere aanvoer hebben via de rivieren. Dus we moeten die waarschuwing wel afgeven om te voorkomen dat iedereen denkt er is ongebreideld water. De fruitteler heeft niets gemerkt van de krapte. Het waterschap heeft er heel erg goed op gezeten. Misschien op een paar plekjes dat het nu kritieker begint te worden naar het einde van de periode dat we beregenen. Maar over het algemeen ja, is het gewoon top.
Maar door de groeiende vraag en de klimaatverandering staan op dit gebied nog wel grote uitdagingen te wachten. Het moet een onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Dat je ook nadenkt over hoe gaan wij in de toekomst zorgen dat we ook water hebben. Dat kunnen wij niet alleen, dat zullen we samen met de sector moeten oplossen. Ook de telers willen daar graag over in gesprek. En integraal, dus ook met de burgemeesters. Maak een heel plan, ook hoe je het gebied mooi in kunt vullen. Buffers maken, waar we allemaal wat aan hebben. Dus ja, wees creatief. Kutskeeper, een uitspraak van trainer Erik Meijers die hem beroemd maakte. Maar ik schaam mij er niet voor. Het hoort bij mij, bij Erik Meijers als trainer. In het boek dat over hem verschijnt is te lezen dat hij nog veel meer wapenfeiten heeft. ProRail wil de schade verhalen. Die is ontstaan doordat een vrachtwagen van een bedrijf vast kwam te zitten in een spoortunnel in Nijkerk. Vrijdag negeerde de bestuurder van de vrachtwagen de maximale doorrijhoogte van 3,30 meter. Door het ongeval lag het treinverkeer 2,5 uur stil en moesten er bussen ingezet worden, omdat eerst gecontroleerd moest worden of de constructie van de brug nog veilig was. Volgens ProRail loopt de schade in de tienduizenden euro's. En trainer Reinier Robbenmond heeft na zijn ontslag bij de Graafschap weer een nieuwe baan. De voetbalcoach gaat aan de slag als assistenttrainer bij Willem II. Bij die club bekleedde hij die functie een aantal jaar geleden ook al. Robbenmond werd half maart ontslagen bij de Graafschap vanwege de tegenvallende resultaten. Een grote landelijke technische storing bij de NS vandaag. Veel reizigers in onze provincie hadden er last van. En aan het eind van de ochtend kwam de hele dienstregeling van de NS plat te liggen. En dat duurt nog tot zeker 8 uur vanavond. Treinreizigers stranden onder meer op station Arnhem. Door een technische storing rijden er tenminste tot 17 uur geen NS-treinen. Vervelend, want ik moet naar Baren voor een concert waar vrienden van mij aan meedoen. Eindelijk na corona, eindelijk leuk 2 dagen. Maar ik ga nu maar terug naar huis, want het gaat niet lukken. Ja, ik had eigenlijk net de trein gemoeten. Ik werd afgezet door mijn vriend, maar ik kan niet meer verder. Waar moest u naartoe? Ja, Utrecht. Helaas. We were coming from Nijmegen. We got stuck in Arnhem. And now we're getting a taxi in about half an hour's time from here to Schiphol. And when does your plane... It's like 6:30 tonight. But yeah, it's a bit panicky. Probeer uw reis bij NS uit te stellen of zoek andere reisopties. Kunt u een andere oplossing vinden? Ik heb de taxi gebeld, €150. Nou, en dat betaalt de NS niet, dus goed, dan staan we hier vast. 4 days in the Netherlands and this is what's happened to me. It's unbelievable. Het is straks in september, maar liefst 3 jaar geleden, dat het laatste fruitcorso in Tiel is gehouden. Maar dit weekend is dan toch echt het startschot gegeven voor het 60ste corsojaar. Op een corso-markt in het centrum van Tiel zijn de ontwerpen van alle deelnemende wagens gepresenteerd. Bezoekers konden van zijn gooi doen naar welke wagen straks lof van de jury verdient. Na 2 jaar stilstand is het nog best spannend of alles weer goed gaat lopen. Maar voorzitter Laurens Verspij is optimistisch. Ik merk dat er zo ongelooflijk veel mensen klaar zijn voor het 60ste fruitcorso. Dat ze naartoe willen leven, dat ze willen beginnen met de bouw. Door het naar de stad te brengen, door het publiek kennis laten maken met al het moois wat er in september aan zit te komen. Ja, willen we het ook uiten als het ware van we zijn er weer en we gaan er weer helemaal voor. En hierbij is het corsojaar geopend. De meeste corso-verenigingen hadden de ontwerpen voor de jubileumeditie dus al een tijdje klaar. Maar sommige clubs echt weer even moeten opstarten, zijn anderen alweer volop aan het bouwen. Maar de effecten van de coronatijd die poets je niet zomaar even weg. Toen ik begon met ontwerp kiezen, toen was het echt de periode dat de panda's naar Ouwehands Dierenpark kwamen. Dus daar is een beetje de inspiratie vandaan gekomen. Het was een geffen dat ik dacht van nou, hè, gaat het er ooit komen? Maar hij gaat er nu toch echt in september komen. Eindelijk mogen ze weer. En dat laat de harde kern van Corso Club Maurik zich geen 2 keer zeggen. De groep is klein, maar het enthousiasme is groot. Ik vind het helemaal geweldig. Er zijn ook een hele hoop diehards die echt trappen staan van ongeduld. Van wanneer kunnen we papier-mâché'en? Ja, voor heel veel plakkers is het toch weer van yes, we mogen weer. Maar zeker niet iedereen staat te trappelen.
De Corso heeft echt wel geleden onder de coronapandemie. Er zijn heel veel mensen die toch wel heel angstig zijn om weer te beginnen. Maar ik hoop dat als het weer begint en dat we echt weer zeggen van... nou, we kunnen weer volop aan de gang, dat ze toch wel weer meedoen. Al houdt ook de voorzitter er rekening mee dat het festijn alsnog afgelast kan worden. Ja, we hebben het natuurlijk 2 jaar lang meegemaakt. Dus eerst zien, dan geloven. Ja, je kan daar aan blijven vasthouden. Maar daar kom je helemaal niet. Dus ja, we moeten maar gewoon beginnen en er iets leuks van maken. Het is altijd berengezellig hier, dus. Hij maakte furoren als succestrainer in het amateurvoetbal. Maar Erik Meijers werd pas echt bekend door zijn woedeuitbarsting op het voetbalveld. Deze week komt er een boek uit over de Nijmegenaar, geschreven door een journalist die een jaar geleden overleed. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, wat hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk, wat een kutkeeper hebben wij, zeg. Met deze documentaire is Erik Meijers vooral bekend geworden. Zijn biografie heet dan ook Van Kroonprins tot Kutkeeper. Hij had jarenlang succes als trainer van het Groesbeekse Achilles 29. Amateurtitel van Nederland met Achilles 29. Ja, toen ging ik eigenlijk als kroonprins naar Helmond Sport. Het woordje kutkeeper is natuurlijk eigenlijk legendarisch geworden in Nederland. En ja, dan vonden wij, en Danny vooral, dat het deze titel moest worden. Danny is Danny van den Broek, de auteur van het boek, die vorig jaar overleed. Op 7 april, op zijn sterfdag, komt de biografie uit. Hij heeft alle interviews van mij gedaan in mijn carrière. Van mijn vader, van mijn broer, van mijn oom. Ja, hij kent onze familie door en door. En nou goed, hij maakte daar ook altijd geweldige stukken van. En ja, wat dat betreft heeft Danny gewoon een speciale plek in ons hart. En ja, door middel van dit boek willen wij hem zeker eren. Het boek wordt officieel gepresenteerd bij de Gelderlander, waarvoor Van den Broek 40 jaar werkte. En die krant kwam ook aan de beurt in de documentaire. Kutkrant! En anders niks. Gewoon kut. Maar ik schaam mij er niet voor. Het hoort bij mij, bij Erik Meijers als trainer. Zijn we toe aan het weer. Over het beregenen van de fruitbomen afgelopen nacht. Daar hebben we het al over gehad. Dus kijken we nu wat verder. In de avond klaart het op en aan het begin van de nacht ligt de temperatuur nabij het vriespunt. Vanuit het noorden gaat de bewolking toenemen en ook de wind trekt aan. Morgen dan gaat het in de loop van de ochtend langdurig regenen. Tegen de avond loopt de temperatuur op tot zo'n 9 graden. Dan waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dinsdag dan is het ook bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. En met 12 graden en iets minder wind is het wel iets zachter. De rest van de week blijft het wisselvallig weer met soms een stevige wind. De temperatuur blijft ruim boven het vriespunt. En dit was het Gelders Nieuws op onze Omroep Gelderland app en op de site. Onder meer een verhaal over 3 gezinsleden die op dezelfde avond 1 voor 1 gepakt zijn omdat ze met een borrel op achter het stuur zaten. Hoe dat zit, lees je op onze site gld.nl. En ik wens u nog een fijne avond.